Het geluid van een goudhaantje. Wist je dat er in één nacht soms wel meer dan 2 miljoen zangvogels over Nederland vliegen? Ze stijgen na zonsondergang op, bepalen hun koers en trekken vervolgens de hele nacht. Soms gaan ze eerder aan land om opnieuw aan te sterken. Het geluid van een windmolen. Een heel ander geluid, niet meer weg te denken uit ons landschap. Wat hebben windmolens en zangvogels met elkaar te maken? Eeuwen geleden gebruikten Nederlanders al windmolens. Wind als energiebron om polders droog te malen. Vandaag de dag wordt opnieuw en op grote schaal geïnvesteerd in windenergie. Om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken, heeft Nederland de ambitie om het aantal windturbines op land te verdubbelen als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Hierdoor zal het landschap sterk veranderen en de vrije ruimte in de lucht voor vogels afnemen. Zie als vogel dan maar eens een molenwiek te ontwijken die met een snelheid van een paar honderd kilometer per uur op je afkomt. De provincie Groningen, Rijkswaterstaat en het Rijk willen graag een bijdrage leveren aan de energietransitie, maar nemen ook de zorgen over vogelsterfte serieus. In het windpark in Eemshaven laten ze daarom onderzoek doen naar de voorspelbaarheid van nachtelijke zangvogeltrek. Zangvogeltrek vindt plaats in het voorjaar en het najaar, vooral na zonsondergang en met pieken bij goed weer. Geen regen en liefst lichte wind in de rug. Hoe mooi zou het zijn om te kunnen voorspellen wanneer die nachten met massale vogeltrek zich voordoen. Je zou dan de turbines tijdelijk stil kunnen zetten. Het onderzoek in de Eemshaven wordt uitgevoerd door drie partijen. Het ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wiemenga zoekt na goede treknachten een deel van het gebied onder de turbines af naar vogelslachtoffers. Alleen al in de Eemshaven werden in het najaar meer dan 1200 zangvogels door de wieken gegrepen. Bureau Waardenburg heeft met een vogelradar in het windpark gemeten. Deze radar meet van elke vogel precies het vliegpad in 3D. Dit levert een gigantische dataset op. Tijdens een goede treknacht gaat het, op de hoogte van de wieken, al gauw om duizenden vogels per uur over een strook van een kilometer. Deze aantallen worden door de Universiteit van Amsterdam vervolgens vergeleken met de vogelmetingen van de weerradar op het Waddeneiland Borkum. Uit de analyses blijkt dat er in het afgelopen najaar 70% van de nachtelijke vogelslachtoffers voorkomen had kunnen worden als de turbines stilgezet waren tijdens de 13 nachten met de hoogste trek. De Universiteit van Amsterdam zal op grond van verkregen inzichten modellen ontwikkelen die 2 dagen tevoren intensieve vogeltrek voorspellen, vergelijkbaar met de weersverwachting van het KNMI. De autoriteiten hebben dan voldoende tijd om het windpark stil te zetten en maatregelen te treffen om de energievoorziening op peil te houden en daarmee te voorkomen dat Nederland zonder stroom komt te zitten. Natuurlijk willen we allemaal duurzame energie, maar we willen niet dat vogels zich te pletter vliegen in windparken. Als er nou massale vogeltrek is, dan zou je op dat moment even het windpark stil kunnen zetten. En met ons onderzoek proberen we te begrijpen wanneer die momenten van massale vogeltrek zich voordoen. Als wij dat kunnen voorspellen, dan kan de politiek de beslissing nemen om een stilstandregeling in de wetgeving op te nemen. De provincie Groningen heeft met de harde gegevens van het onderzoek en het toekomstige model krachtige middelen in handen om in de Eemshaven de juiste afweging te kunnen maken tussen het rendement van het windpark en vogelsterfte.